Arnold de Groot is van de stichting Woelig Water weer aanwezig op deze 1 januari met onze beste wensen natuurlijk. Ja, jullie ook allemaal de beste wensen voor 2014. Ja, het grote feest gaat weer beginnen hier bij het water. Ja. Is het erg koud? Het is, de water hebben we eventjes gemeten en dat is 7 graden boven nul. Dus dat valt nog wel mee met de voorgaande jaren. Eerste jaar was het 1 graad en nu 7 graden, dus nou, het valt te doen. Ja. Hoeveelste keer is het nu? Het is de 4e keer dat we dit organiseren. Ja. Ja. En al veel succes gehad. We verwachten wel dat we nu in de richting van de 150 zullen komen. Ja, want het is ietsje warmer, dus ja, dan ja. Trotseren de mensen makkelijker de kou. Inderdaad. Ja. Ja. Ja, dat is zeker waar. Ja, als nou, we gaan kijken. Oké, geweldig. Nou, jij bent van plan mee te doen vandaag, hè? Ja. Heb je het al koud? Een beetje. Om daarin te gaan springen, hoe kom je op het idee? Nou, onze sportschool, die doet altijd mee met een groep. En vorig jaar was dat ook en dit keer ga ik weer meedoen. Nou, vorig jaar had je het waarschijnlijk ook al koud, hè? Ja. Hoe vond je het toen? Erger denk ik dan nu, want toen wist ik nog niet echt wat er ging gebeuren. Ja, maar nu wel, hè? Ja. Ben je niet een beetje bang dat het te koud is? Nee, want er zijn reddingsbrigade en zo, dus ik denk niet dat het fout gaat. Ja, je hebt er wel vertrouwen in. Nou, veel succes. We gaan straks eens even luisteren hoe je het vond. Oké, dankjewel. Waar is het water? Daar is het water. Rennen, stop. Ik hoor niet. Internationaal gezelschap. Ja hoor, de vlinders. En hier komt de family. De family die gaat nu te water. Ach, die kleine kinderen. En papa zei, we gaan iets leuks doen vandaag. Ja, ze wisten niet wat. Ah. Papa, wat leuk, mag ik mee? Ja hoor, jullie mogen mee. Hoi. Oké, en hier komen de Nederland-toppers. Ja hoor, die weg terug. Hoi. En hier, laat de ballen maar in de lucht. Oké. Ja, hier komen we. Het gaat maar door, de duikvis. Je mag ook met papa mee. Leuk pap? Ja hoor, Erika. Wow. En hier komt... Ja, dit is heel verrukt, ik denk het wel. Met die mooie pak aan. Die dacht ook lekker, dan gaan judo over daar. Hatsje. Knapen, die zijn niet bang. Pikkels. De pikkels gingen te water. En nu een clubje dames. Ik denk dat dit een clubje dames zijn. Ja hoor. Hé, hey, één aan de andere kant van de lijn. Is dit niet levensgevaarlijk? En te water. En dan komen de voetbaltoppers. De voetbalslag. Ja hoor. Oei, oei, oei. Vriendinnetje. En stoer. Absoluut stoer. En nu komen de stoere mannen. Ja, dat is die kleintjes. Nee, ja, toch wel. Ja hoor. Te water, de gele zwembroek. Komt er nu aan. Een knaller. Steek aan. Ja hoor, oei. Ja, oh. Oh, even 3. Oh, we hebben er meer van, dus dat bang zijn. Dus, ja hoor, de stoofies. Hebben we de kerstboom hangen vanochtend? En in te water, individueel, maar stoere mannen, met spierballen en lef. Ja hoor, oei. Ik sta hier niet goed, heb ik het idee. Oh, snel er weer uit. Ah, de dames. Oei. Stoer, jongens, erachteraan. Let's. Ja, de een wordt een beetje geduwd, zie ik wel. Ja hoor. En dat zijn ze dan. Oei, knap. Nee, kijk even onder water daar. Ik heb er één gemist. Nou, Kiara, was het erg koud? Een beetje. Ik kan me zo voorstellen dat het wel even schrikken is als het water inspringt.
Ja, maar het pak wat ik aan, dat is ook heel zwaar. Dus als er allemaal water in loopt, dan wordt het steeds zwaarder. Maar je vond het leuk? Ja, alleen mijn voeten doen wel een beetje pijn. En volgend jaar weer? Ja. Wie weet? Ja. Daar worden we een beetje mee opgegroeid, hè, met PK Sport Judo Club. Dus nee, dat gaan we echt wel weer doen. Prima, heel succes met het warm worden. Dank u wel.